De Mühe, bemorst en triest. De Mühe, lood en bloed. Er zijn mensen met een hart van steen. Er zijn stenen met een ziel. De muur wordt, in de Joodse traditie, beschouwd als de westelijke muur van de Joodse tempel die op de Tempelberg in de oude staat van Jeruzalem heeft gestaan. Doordat vele Joden aan de muur klaagden, onder andere over de verwoesting van de tempel door de Romeinse bezetters in het jaar 70, wordt de muur Klaagmuur genoemd. De muur is ook belangrijk voor moslims omdat het als een poort naar de hemel wordt beschouwd.